wat mij gebeurt. Ik rij gewoon op het parkeerterrein van de Lidl. Ziet voor je? Hup, ik rij over het parkeerterrein van de Lidl. Heel langzaam. En ik kijk een beetje zo naar links, want ik moet gewoon zo linksaf. En in één keer van die kant. Boom! Ik kan een van de Spaanse mevrouw die niet uitgekeken heeft, die komt gewoon uit haar parkeervak. Hup, boom! Recht tegen mijn deuren van de auto aan. Kledder hem. Nou, hup, en daar gingen we dan hoor. En een paniek en een gedoe. En, ja, kijk hier. Kijk zelf even. Behoorlijke deuk in die auto. Zij had het gedaan met zo'n oude bak, met zo'n zilveren auto. En die komt de auto uit en die maakt natuurlijk een hoop stennis. En u mag hier helemaal niet rijden en dit en dat. En ik zei, hey, luister eens even goed. Jij komt van achteren, dus jij bent sowieso de schuld. Ja, dus, politie erbij, zegt zij. Ja, natuurlijk, zeg ik. Laten we de politie erbij halen. Nou, en wij staan te wachten en te wachten. En, luister eens even goed, dan gebeurt het. Want zij denkt bij zichzelf, hoe, misschien ben ik toch wel schuldig. En die denkt, ik ga er vandoor. En kijk, ik ben niet van de afdeling stoer. En ik ben ook geen held. Nee, daar kijk je niet naar. Maar wat gebeurt er ineens? Die vrouw, die stapt in de auto en die wil dat parkeerterrein af. Ja, en ik krijg ineens Spider-Man over me. Ineens ben ik ineens. En hup. Brrr, ik ren. Voor die auto van haar. En ik zeg. En je gaat heel gauw terug. Hoor ik mezelf zeggen. Heel gauw terug jij. Ja, in het Engels, Nederlands. En ik riep. Heel gauw. Nou zeg, daar was ik ineens Spider-Man, held. En die vrouw die schrok daar zo van en die reed inderdaad terug. Dus soms kan het toch gebeuren in het leven dat je opstaat als een held.